Beste kijkers, voor de wekelijkse BNP Turbotip in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u vandaag mee naar de dagkaart van Aperom. Daar is een interessante koersontwikkeling gaande. Onder in het veld ligt namelijk op 24,80, 24,90 een cruciale steunstreep. En het ziet er naar uit dat de bulls in ieder geval gaan proberen om vanaf dat niveau op te veren. En als we dan wat gaan uitzoomen, dan kunnen we zelfs een trading range-achtige configuratie zien. Als de bodem op 24,80 wordt geaccepteerd en als steun blijft liggen, dan mogen de bulls opstomen naar de bovenkant van de range. En dan hebben we het al gauw over een ritje naar 31. Half tot krap 32. En u begrijpt dat dat natuurlijk een uitermate interessante risk-reward ratio met zich meebrengt. U ziet de balkjes staan, veel opwaarts potentieel. De groene balk toont aan opstomen vanaf huidige niveaus rond 25 plus naar die 31-32 zone. Als het niet goed gaat, de stop ligt dichtbij, namelijk op die 24-80. Daaronder dan gaan de beren toch weer flink toeslaan. Als ik nog eventjes ons eigen model erbij pak, dan hebben we iets meer bevestiging van het bullish sentiment. Namelijk diezelfde steungrens natuurlijk en voor de tweede achtereenvolgende dag een poging om een witte candle te plaatsen. Voor de rest is er nog niet zo gek veel aan positiviteit te melden wat de indicatoren betreft. Dus de propositie die we nu bespreken, dat is puur een charttechnisch gevoed scenario. Samenvattend, mits de koers boven de 24 plus steunstreep blijft liggen, is een optrekkende beweging, een aantrekkende beweging naar de bovenkant van de range het meest waarschijnlijke scenario. Als we dat gaan vertalen met gaan invullen met een turbo long positie, dan is de overweging om dat te doen met een turbo long 21,60. Heeft een leuke hoge hefboom van 4,2. Dat mag in een trading range achtige situatie. En de bijbehorende ISIN code maakt het wat makkelijker voor u om die turbo op te zoeken. Ik wens u daarbij veel succes.